Ik stel voor dat ik de gelegenheid neem om de heer Haneveld toe te spreken. En om dat te kunnen doen, doen wij een kleine wisseling van stoelen. En is tijdelijk, zo lijkt het althans optisch, de fractie van het CDA uitgebreid tot 6 leden. Maar de omstandigheid is dat de heer Haneveld, die al eerder had aangekondigd tijdelijk terug te willen treden uit de raad. En in zijn plaats is de heer Koning tot 3 maal toe gebruikmakend van de wettelijke regeling tijdelijk geïnstalleerd als raadslid. Meneer Haneveld, u heeft aangegeven bij de eerstvolgende gelegenheid te willen terugtreden. U heeft uw ontslag definitief nu genomen. En dat betekent wanneer op 24 december de heer Koning zijn derde termijn van tijdelijk raadslid ophoudt te bestaan, u toch nog in de periode 24 december tot 13 januari raadslid bent van onze gemeente. Want pas op 14 januari zal de definitieve vaststelling plaatsvinden, benoeming en installatie van het raadslid de heer Koning, maar dan in een volledige zetel. Een vaste zetel en niet een vervanging van uw zetel, meneer Haneveld. Ik stel het maar eventjes zo vast, omdat het toch redelijk uniek is wat hier gebeurt. En het geeft de gelegenheid om u toch toe te spreken, omdat u ook raadslid bent en ook de komende weken er nog formeel raadslid zult zijn op het moment dat de termijn van de heer Koning afloopt. Meneer Haneveld, beste Quint, in 2014 kwam je in de gemeenteraad vanaf een vierde plaats op de kieslijst van het CDA. Je haalde 232 voorkeursstemmen bij onze kiezers. Je was geen onbekende in dit huis. In de raadsperiode 2010-2014 was je al fractiemedewerker en werd je door het oud-raadslid Rob Jansen gecoacht als een van de nieuwe jonge beloftes van het CDA. Je wilde vanuit je eigen achtergrond meewerken om de christendemocratie te versterken. En dat deed je goed, want anders had je partij je niet op die zeer verkiesbare vierde plaats gezet. Eenmaal gekozen ging je bevlogen met volle energie en enthousiasme aan de slag. Je portefeuilles lagen op het terrein van onderwijs en jeugd- en jongerenbeleid. Niet vreemd natuurlijk voor iemand die als docent heeft gewerkt op onder andere de Vrije Universiteit en onze Haarlemmermeerse KSH. Je bent bijzonder geïnteresseerd in wat de jeugd en jongeren bezighoudt. Maar daarnaast heb je ook heel sterk gemaakt voor de stedenbanden van onze gemeente, met name die ook met het Hongaarse Hodmezővásárhely. Verder was je energiek lid van onze raadswerkgroep Communicatie. Je wordt omschreven, en zo heb ik je ook ervaren, als conscientieus en integer. Je bent aimabel en maakt makkelijk contact met andere mensen, maar tegelijkertijd ben je bescheiden en niet opdringerig. Met je gevoel voor humor en respectvolle omgang met anderen ben je in dit huis een graag geziene persoon. Maar helaas hebben we je weinig kunnen zien in functie in de afgelopen periode. In je persoonlijk leven heb je in korte tijd het meest traumatische meegemaakt wat een mens kan overkomen. Eerst het verlies van je grootvader, die een belangrijke rol in je leven heeft gehad, en daarna nog eens de ziekte en het overlijden van je vrouw. Je hebt doorgezet en geprobeerd, maar uiteindelijk was het toch te veel gevraagd. Je hebt een jaar lang gewikt en gewogen, geprobeerd en overwogen, maar je hebt nu toch de knoop doorgehakt om je raadslidmaatschap te beëindigen en je leven een andere richting te geven. En dat gaat je ongetwijfeld lukken. Het is geweldig dat je onderzoeksaanvraag bij de Nelson Mandela leerstoel is gehonoreerd. Daar ga je de invloed in onderzoeken die religieuze instituten hebben kunnen aanwenden in een naoorlogse situatie, om mensen weer te verbinden. Als theoloog ga je vanzelfsprekend kijken naar de theologische uitgangspunten, maar je zult het ook benaderen vanuit de sociologische en de psychologische hoek. Je gaat dat onderzoek doen, ook niet vreemd gezien je achtergrond, op het mooie Cyprus. Beste Quint, je was 4 jaar fractiemedewerker voor het CDA en je hebt maar 8 maanden actief kunnen zijn als raadslid hier. Het spijt ons bijzonder dat je vertrekt, maar we hebben er alle begrip voor. Niet alleen voor het CDA zijn jonge mensen belangrijk.
ook voor de gemeenteraad als geheel is het belangrijk dat er jonge raadsleden zijn. We zien je dan ook met ledenogen vertrekken en we wensen je het allerbeste voor de toekomst en natuurlijk succes met je onderzoek. Als herinnering aan het raadslidmaatschap wil ik je graag onze bronzen raadspenning overhandigen. Is geschorst. Gaat u komen.